Don't try to hide. Iedereen kent natuurlijk de groene paprika en de rode paprika. Maar heb je ooit smaakvolle oranje paprika geproefd? Wim en Annette Hermans kweken al 25 jaar oranje paprika's. En nog steeds vol van passie voor die paprika en voor elkaar. Nou, hier liggen ze al, hè? Allemaal. Oranje. Paprika's. Goedemorgen. Wereld van de paprika's, niet te geloven. Mamma mia. Annette? Goedemorgen. Waar ben je? Hier, eentje verder. Goedemorgen. In de wereld van de paprika's. Precies. Je zegt het goed. Wat ben je aan het doen? Ik ben oranje paprika's aan snijden voor de soep. We gaan soep maken. Als jij dat lekker vindt. Dat vind ik meer dan lekker. Ja, dus ik hoop dat we er genoeg hebben. Nou, ik was al wat tegengekomen, dus oh, ik kan het aanvullen. Wat hey, kom hier. Wat gigantisch, joh. Hoeveel hectare is dit? 5,2. Ja, hoeveel planten? Het zijn 100.000 planten. En die geven hoeveel kilo's paprika? Nou, gemiddeld in de week hebben we 50.000. De kilo. 50.000 kilo in de week. Per week? Per week, als het goed is wel, ja. En hoe lang gaat dat door? Dit gaat door tot half november. 100.000 plantjes. En dan niet te bevatten. Moeten we 400.000 touwtjes gaan hangen. Oh, wat erg. Omdat we zo vier stengels zetten. Dus. Oh, moet je kijken, al die touwtjes. Ja, dat is allemaal handmatig. Allemaal handmatig vastmaken. Juist. Ben je hier iedere dag? Iedere dag. Maar niet in de kas. Niet in de kas? Ik kon wel even mijn neus laten zien in de kas. Maar ik heb boven een heel mooi kantoor gekregen. Heeft mijn zoon meegemaakt. Dus daar ben ik alles. Daar doe ik alles. Daar doe ik, de boekhouding doe ik daar. Maar ik ben eigenlijk manus van alles. Hè. Ik ben overal inzetbaar. Maar als er iets is, moet ik ook zo weg kunnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit gaat af en aan, hè? Ja, dit blijft af en aan staan, ja. Want je zei net, als ik het goed onthouden, 50.000 per week. 50.000 kilo. Ja? Ja, per week. Per dag. Dus op 250.000 in de week. Ik krijg die cijfers echt gewoon niet in. Ja, ik ben ook niet zo van de cijfertjes. Zo, ja, maar je kan ook niet bevatten, want... En waar gaan die dan naartoe? Die gaan of naar de veiling. Ja, ze gaan sowieso gesorteerd worden, gaan ze naar de veiling. Ja. Ze kunnen naar Japan gaan, ze kunnen naar Amerika, ze kunnen naar Rusland, naar Engeland, naar Duitsland gaan de meeste en in Nederland maar een heel klein beetje. En waarom? Waarom in Nederland zo weinig? Omdat die in Nederland nog steeds een onbekend product is, de oranje. Na 25 jaar. Nog steeds 25 onbekend. Jaar. Ja, schandalig. Ja, wij vinden onbekend is onbemind eigenlijk. Ja. Hè? Dus, maar wat zijn wij toch een raar volk. We maken de mooiste dingen, we hebben de grootste diversiteit. Ja. En het gaat allemaal naar het buitenland. Ja. Deze paprika ligt in Japan. Dat is ook wel iets om trots op te zijn. En daar ligt hij voor heel veel geld ligt hij in Japan. Ja, wat kost hij in Japan? In Japan kost één paprika, dat ligt afhankelijk, is niet afhankelijk van de kleur, maar dat kan rood, geel, groen of oranje zijn. €8 per stuk. Dus. Ja, het is eigenlijk van de zotte dat wij dat... En hier in de winkel, ik denk rond de euro, 1,10, 1,20. Ik heb ze de vorige week zien liggen, 1 oranje paprika, €1,19. Ja, ik kan zeggen, ik weet het wel. Ik eet ze dus wel. Ja. Ik wil wel gewoon een beetje zien en dan zo direct ook proeven welke handelingen er nou bij komen. Want ik denk dat ook iedereen denkt, nou dan ga je met een machientje tussen. Moet je kijken hoe lang dit is. Ja. Kijk er maar eens in. Die zijn 95 meter lang, die rijen. 95 meter lang. En dat wordt gewoon met de hand geplukt. Ja, met de hand geplukt. Er wordt ingedraaid met je hand en er wordt gesnoeid met je handen. Dus alles doen we. Dit is eigenlijk gewoon ons werktuig. Onze handen zijn de werktuigen.
Is lekker, hè? Gewoon zo waanzinnig lekker. Jullie kunnen alles regelen, ja. Behalve het licht. Behalve de zon. Ja. Dat is heel frustrerend, hè? Dat is zelfs soms frustrerend, want ja. Graag wil de boer buiten regen en wij willen dan graag zonuren. Ja. Want voor ons is dat juist heel belangrijk, die zonuren. Koop jij die plantjes of kweek je die ook zelf? Nee, wij bestellen het zaad en dan gaat hij naar de zaadfirma bij Vochtenplant. En die doet het voor ons uitspinnen en die komen eerst in plugjes, ja. Waar het zaadje in komt. En daar gaan ze dan de plantjes op kweken. Dus speciaal voor jullie. Jij weet gewoon, dit worden mijn planten, ja. Die krijgen, ja. Die zorg. Precies. Jeetje. Ja, want je hebt het is rasafhankelijk. Ja. Het is altijd eerst groen, hè? En naarmate dat hij langer blijft hangen, krijgt hij of de gele kleur, of de rode kleur, of de oranje kleur. En dus wij hebben alleen oranje al meer dan 25 jaar. Omdat we het gewoon een heel mooi product vinden. Wij wilden niet bij het bulkproduct horen, wij wilden dus een niche product. Mm-hmm. Maar ja, daar heb je ook wel weer de andere zijkant van. Je kunt er minder kilo's van snijden. Groene die worden na 5 weken geoogst. Veel eerder, ja, natuurlijk. Dus je hebt al gelijk iedere keer nieuwe zetting hierin. Dat bedoel ik met zetting, de nieuwe bloemetjes allemaal. Ja. Dat is allemaal de nieuwe zetting. Dus daar komen allemaal nieuwe paprikaatjes aan. En bij oranje, omdat ze dus 3 weken langer moeten hangen, hetzelfde met de rode en met de gele, die moeten 3 weken langer hangen voor doorkleuren. Ja. Dus dan hangen ze van bloemetje. Dat kost dus ook geld, dus dat zul je toch weer terug moeten verdienen. Feitelijk zou dat terug moeten zien, ja. Maar helaas is dat nog steeds niet zo. Ja. Wacht maar tot ze jouw soep geproefd hebben. Ja, dat zou ik ook soepen. Nieuwe kom, ja, de nieuwe kom, nou kan ik er natuurlijk niet meer. Bijna 25 jaar getrouwd, ja. Nog meer jaren in het vak. Wat is Annette voor iemand, voor jou? Annette is in feite mijn allesie. Je allesie? Mijn maatje. Ja. Collega. We doen het samen in het bedrijf. Zeker ieder zijn taak. En je rust en je thuis, ja, je thuis vinden. Die begrijpt waar je samen mee je plussen en je minnen van een bedrijf die er ook bij komen, die je daar echt wel bij bespreekt, neerlegt. Dus je sparringpartner ook. Want jij had tegen haar gezegd, hè, als je mij wil, krijg je de paprika's erbij. Ja, je hebt het teken al. Dat moest direct duidelijk zijn. Ja, ben jij zo? Duidelijk. Ben jij zo? Ik zit in elkaar dat ik de dingen waar ik voor ga, daar ga ik voor. Is dit een Hermanspaprika? Mag ik dat zo zeggen? Ja, zo mag je dat zeggen. Want dat is juist oranje paprika. Wij willen het gesprek met de klant. Wij willen zien. Wij zijn met ziel en zaligheid, precies zoals je het zegt, van bloemetje tot een dikke, mooie, sappige, milde oranje paprika vrucht. En als we dan nog zien dat hij naar een klant gaat die daar een frisse bite neemt, of waar mevrouw Annette mee bezig is met de ontwikkeling van nieuwe producten. Ja. En dat is, ja, wat is er nou mooier als je ze ziet, dat de consument en dat mensen om je heen genieten van zo'n geweldig product. Daar hebben wij dan toch samen al die jaren mee aan gewerkt en toe bijgedragen. Nou, wat kan er mooier zijn, denk ik, in je leven als je andere mensen ziet die gelukkig zijn met hetgeen wat jij creëert. Goedemiddag. Ja, nou doet hij dit, maar net sprak hij heel anders over je. Heel liefdevol, hoor. Oh, goed zo. Die 25 gaan jullie volmaken. Dan gaan we die toch volmaken. Die gaan jullie volmaken. Ja. Ik droom er ook over aan dingen. Ja. En hier wordt jullie beroemde paprika-ijs. Hier wordt paprika-ijs ook gemaakt. Ja. Door Theo, meester ijsbereider. Goedemiddag, hi. Hi. Ik wist niet eens echt wat het was, een meester ijsbereider. Hoe krijg je zo'n titel? Nou, titel meester ijsbereider is eigenlijk de hoogste graad van vakbekwaamheid in Nederland. Dus je moet van alles een beetje verstand hebben, of veel zelfs. En dan kun je alle lekkere ijsjes maken. En wat maakt jouw ijs nou zo bijzonder? Waar werk je mee? Nou, wij werken in ieder geval met vers melk.
vloeibare melk. Dus koemelk. Koemelk. Ik kan wel laten zien waar ja, het zit. Ja, ik wil dat ja, zien. Ja, daarom. IJs moet je toch ook beleven, ja. Want wat is dit? Die enorme ketels hier. Nou, hier wordt de ijsmix eigenlijk gepasteuriseerd. Dus het wordt verwarmd hier. Verwarmd. Er komt allerlei lekkere dingen erbij. Suikers, room, allerlei ingrediënten. En het is geheim, hè? Beetje wel, want er zit natuurlijk van alles in, maar een beetje van onszelf. Ja. Ja. Er is nog meer geheim, ik zag het net even. Ja? Ja, maar ik ken jullie geheim. Jullie hebben ooit gekust. Vroeger wel, ja. Is dat hele paprika-ijs, is dat een dekmantel geworden of zo? Nee, die hele paprika is er wel bij. Je kleurt wij wel moesten, tegen, wij moesten wel verschrikkelijk lachen. Ik kleur oranje niet rood. Ja. Dus, ja. Oranje paprika-ijs. Dan ben je toch al trots, hè? Wat je allemaal gewoon. Als je terugdenkt aan 25 jaar geleden, je neemt een beslissing om volop in die oranje paprika's te duiken. Je hebt nu dips, je hebt chutney, soeprecepten, alles staat ook op jouw site, hè? Ik bedoel, ja, klopt. Ze kunnen zich helemaal lens eten aan paprika-ijs. Heerlijk. Lekker, hè? Ja, maar ook, en ook heel gek lekker. Ja. Gek lekker puur. Het is alsof je je mond. Ja, ik eet even door nog. Ik moet het gewoon even goed proeven. Het is gewoon echt 100% paprika. Ja, lekker hè. Want het is licht. Het is licht, het is light, het is raar. Ja. De jury was goed. Net zo verrast als jij. Nou, die bak die gaat dus mee. Ja, tuurlijk. Naar mijn eigen land van Limburg. Dank jullie wel. Hey, als ik wegga, begin niet opnieuw te kussen. Want ik vertel alles aan Wim. Oh.